Er zijn zorgen bij bedrijven. Ja, zorgen over graaiinflatie. Ik denk dat we de afgelopen tijd allemaal wel eens bij de kassa hebben gestaan afrekenen en dachten, nou, zijn dit wel heel reële prijzen? Zijn ze niet echt torenhoog nu? Te veel? Nou, dat is wat graaiinflatie is. Dat bedrijven onnodig de prijzen verhogen. En in het AD deze ochtend een groot artikel. Want wat blijkt, volgens vakbond FNV is er echt sprake van graaiinflatie nu. Bedrijven verdienen namelijk heel goed aan de inflatie. Want de vakbond die heeft er onderzoek gedaan. Ze hebben omzet- en winstcijfers bijgepakt van 50 bedrijven die beursgenoteerd zijn. Oliebedrijven, maar ook voedingsbedrijven. En ze hebben de omzetten en winsten van 2019 vergeleken met die van afgelopen jaar. Nou, de omzetten zijn met gemiddeld 21% gestegen. De winsten met 36%. Nou, voor ons consumenten is het inmiddels ook wel heel moeilijk te zien en welke prijsverhogingen nou echt reëel en acceptabel zijn. Alles is simpelweg een stuk duurder geworden. En werknemers die zien ook weinig van die winsten terug in hun salaris uiteindelijk. Dus ja, dit gaan die werkgevers wel voelen in alle onderhandelingen uiteindelijk dat de vakbond dit heeft onderzocht. Ja, want dit voelt wel echt onterecht, hè? Nou ja, en ook hoe ze dat doen, hè? Ook vaak kleinere verpakkingen, maar anders dan dezelfde prijs houden. Dus het is allemaal heel geraffineerd hoe je voor je gevoel toch denkt van, nou, het zal wel ongeveer kloppen, maar dan klopt het toch echt helemaal niets. En dat is toch, is niet fijn om te kopen. Nee, dat is niet. Het voelt niet lekker, hè? Nee, en inderdaad, die verpakking is. Ik bedoel, zet het er dan op. Maar de koekjes zijn er net wat kleiner. Of er zitten net wat minder exemplaren in die verpakking. Ja, het mag waarschijnlijk allemaal wel, maar het is niet netjes. Nee. En zou er iets aan moeten gebeuren? Ik vind altijd wel dat, of het nou gaat om supermarkten producenten van voedsel, transparantie is wel belangrijk. En als je zegt dat het allemaal wat duurder wordt en anders wordt, dat kan, maar communiceer erover en laat het zien op de verpakking. En nu gaat het vaak geraffineerd en stiekem. Dan kom je er vast thuis met een beetje geluk achter. Ja, wat je zegt, dat maakt het transparant. Hè? Gelukkig dat de media hier ook aandacht aan besteedt. En dat ook naming en shaming, ook merken worden genoemd van ja, dat kan echt niet. Hopelijk leidt dat tot iets ander gedrag van consumenten.